allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Mijn benen, goed doen. Buik in de weg. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan vooral eventjes. En ik begin vandaag een keer op de donderdagavond. Ik dacht, doe eens gek. Het is nog licht, we gaan ervoor. Hermien zit hier naast me. Mittens. Die ziet een pakketje en die gaat ervoor. Ik heb twee pakketjes, dus ik dacht, die laat ik ook meteen eventjes zien. En vanavond verder niet zoveel spannends. Koken, eten bestellen, of boodschappen bestellen en Temptation. En verder gaan we dit weekend allerlei zaken doen, want we gaan natuurlijk een babykamer maken. En daarvoor moet het een en ander verbouwd worden, dus moeten we het rommelhok / washok achter Niels' kamer leeg gaan halen. Dus wat ik nu aan het doen ben, is de computer helemaal aan het leeg halen. Zo'n recovery ding doen, dat alles eraf gaat. En het is een heel oud ding, dus ik weet niet zo goed of het zin heeft om naar een kringloop te brengen. Of dat we hem gewoon weg moeten gooien, maar dat voelt ook een beetje raar. Maar in ieder geval is hij dan leeg en dan kunnen we hem dit weekend wegbrengen. En ik ben ondertussen ook dit aan het doen. Het tv-kastje, want ik dacht, ja, ik kan het allemaal uit het hok, maar het moet ook ergens heen. Dus ik ben hier even wat dingen aan het leeg gaan. Hier zitten, dit zijn zeg maar spellen, dus die gaan wel weer terug in de la. Maar er lag ook zooi in wat die er niet meer in hoefde. Een beetje, hoe heet het, een Nintendo, de Wii. En daar liggen allemaal oude cd's, dvd's, van alles. En dan moeten we even kijken wat we daarvan willen houden. En dan heb ik nog wat besteld. Want Niels is inmiddels zo lang dat ik niet meer normaal over hem heen kan kijken op het fietsstoeltje. Tenminste, ik kan nog wel over hem heen kijken, maar ik zie zeg maar niet meer voor me. Dus ik was van ziek en ging ik al bijna onderuit omdat ik een stoepje niet zag. Dat is niet zo heel erg fijn met een kind voorop en een kind in je buik. Dus, en daarbij moet ik hem best wel hoog tillen om hem erop te krijgen. Dus ik dacht, het is tijd voor een achterzitje. Dus dat heb ik besteld. Dit is de Jet Maxi. En we hebben de. En dit is van de Easy Fit. Die gaat op je bagagedrager. Wordt die bevestigd. En we hebben al de Mini. Dus dan is het gewoon Mini en Maxi. en dan hebben we de bruine kleur. En ik heb een pakketje van Hennis. Dus dat zal ik ook eventjes laten zien. Niet zo heel veel besteld. Maar ik had vooral één missie. En dat waren sloffen. Nou is het nu natuurlijk, ja, als jullie dit zien denk ik al niet meer, maar het is moment echt super koud, min zoveel graden. En Niels is 1 uit de sloffen gegroeid en 2 zijn ze ook gewoon niet meer heel erg oké. Maar ja, die verkopen ze natuurlijk nergens meer, want overal liggen lentecollecties. Maar ja, ik dacht, hij moet nog wel wat hebben, want het is nu gewoon hartstikke koud in huis. En toen zag ik op Hennis online dat ze het nog wel hadden. Dus dan heb ik deze leuke, simpele slofjes. Gewoon lekker voor. Die doe ik hem 's ochtends aan. Hij heeft 's middags gewoon leren slofjes. Maar 's ochtends als hij net uit bed komt, dan hebben we hem altijd in zijn rompertje. En zijn sloffen. Dus dan is het wel lekker dat hij sloffen aan heeft. En dan krijgt hij, na het eten en alles, krijgt hij de rest van zijn kleren aan. Dit zijn haaitjes met een klein vinnetje. Dus deze goed. Het is wel maat 24-25, zie ik. Maar goed, beter te groot dan te klein. Dan kocht ik nog een paar dingetjes. Ze hadden 2 is 3 of zo. 3 halen, 2 betalen. Van shirtjes. En nou gaan we bijna op vakantie. En het kan er zomaar lekker weer zijn. Kan ook van niet. Maar we hopen het natuurlijk wel. Toen dacht ik, dat is wel lekker als hij een paar t-shirtjes heeft. En dan kan je ook gewoon een beetje laagjes doen en zo. Alleen, de t-shirts van vorig jaar past hij uiteraard niet meer. Dus ik heb voor een paar basics gegaan. Deze groene. Ik heb wel al 92 gedaan. Ik hoop dat is wel een beetje. Hier staat voor 1,5 tot 2 jaar. Terwijl Niels is groot voor zijn leeftijd. Maar 98, dat voelde heel groot. Dus misschien dat dat een verkeerde keuze is. Ik ga ze straks wel even bij hem aantrekken. Dat is eentje. Dan deze. Een beetje een donkerblauw. Een beetje een jeanskleurtje. Ook iets gemêleerder dan deze. Deze heeft volgens mij ook geen zakje. Deze heeft wel een zakje. En een grijze. Als je dan toch bezig bent, dan koop je in de sale nog een broek voor jezelf. Hè? Geen idee of dit wat is. Nou, dit is hem. Ik heb al niet in de spiegel gekeken, dus ik kijk even in het schermpje. Maar hij zit echt wel heel lekker eigenlijk. De band is wel een beetje een gekke hoogte, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik heb vooral altijd last als banden hier zitten. Dus misschien dat dit eigenlijk wel prima is.
Ja, zit wel lekker. Heel stretchy. Ik zeg top. En ik zal nog iets laten zien wat we hebben besteld voor de vakantie. Want Niels is natuurlijk een grote jongen nu. Een trunky koffertje. Dit is de tijger. En dit is dus heel handig, want hij kan dus, nou ja, goed, hij kan erop zitten. Dus hij kan gewoon als een autootje gebruiken, zeg maar. Je kan hem ook voorttrekken, zo. En je kan dit hengsel ook nog daar vastmaken. Dan kan je hem gewoon over je schouder hangen. En, nou ja, zo dus. Super handig, kan hij wat spulletjes in meenemen. En wat speelgoed en dat soort dingen. Dus deze. Verder eten we vandaag uit dit boek, Veggie Kids. En dan eten we de veggie taco's, alleen dan niet veggies, maar veggie, maar met gehakt. Dit is het eindresultaat. Taco's, kaas, eindresultaat. Het is super simpel. En zo, het wordt gewaardeerd. Zo, net Temptation gekeken. Het was weer genieten. En nu ben ik echt super moe, dus ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen, ik ben wakker en zit ontbijten. Hij blijkbaar nog even niet. Oh, hij is klaar met de kop. Wij zitten te eten, dus we hebben nog een vegan chocoladetaart, nooit verkeerd. Met groen erop. Met groen erop, dat is bijna gezond. Wat is dit aan het doen? Nou, we hebben net even gezellig met Anne waren we, hè? Was leuk, hè? Hij zit ondertussen te eten. Daar heeft mijn beste vriendinnetje. Even wat drinken. Hé Niels. Kijk. Ja, een beetje pen, maar dat maakt niet uit. Een beetje filterstift. Kijk. Ja. Zo open. Hallo? Ik ben wakker. Ben je wakker? Ja. Kom, dat is het voorbeeld. En dan gaan we er nog 3 eruit halen. En dan haal hem maar uit. Dan ga je zo'n bedje afbouwen. Zie, trek. 1, komt 2, een beetje draaien en trekken. Goed zo. Ja, dat is 1. Zo zijn samen zijn een bedje aan het afbreken en dan gaan ze zo de nieuwe ook bouwen. Dan ga ik helpen. Ik was even douchen. Dus ja, het wordt vandaag een dagje van actie. Morgen relaxen. Kijk, ik moet even weg. Kijk, ja. Wat ze maken, ik moet even weg daar. Nou, dit staat. We moeten wel even naar IKEA om nog zo'n ding te halen, want ja, hè, dit kan niet. Ja, en dan staat hij gewoon op dezelfde plek eigenlijk als het vorige bedje. Dus dat is herkenbaar. Dat is van het oude bedje moet ook al in de was. En de rest van het bed ligt daar onder onze bed tijdelijk. Omdat we dit natuurlijk gaan verbouwen. Dus als we het hier achter zetten, heeft het niet echt heel veel zin. Wij zitten in de auto. We zijn even aan het tanken. En het gaat voorspoedig. Het doel is om alles deze ochtend gereed te hebben. Het wordt heel ambitieus. Nou, het gaat lukken. Maar dan moeten we vanmiddag nog wel wat dingen doen. Maar Niels is even oud. We hebben nu het babytje uit elkaar gehaald. Niels een beetje in elkaar gezet. Allemaal grof vel verzameld. Dat zit nu achter in de auto. Dat gaan we nu wegbrengen. Dan rijden we door naar IKEA. Dan gaan we daar een extra wandje halen voor zijn bed. Want nou ja, het staat dus niet tegen de muur. En een hoeslaken. Vraag 2. Dan moeten we ook nog naar Coolblue. Maar ik bedenk me nu dat Sven niet zijn hoofdtelefoon mee heeft. Dus dat heeft geen zin. En nog even naar de Praxis. En we lunchen bij de IKEA. Het wordt een uitdaging. We gaan ervoor.
Meneer zit er in zijn kantoortje, zijn vaste plek. We moeten alleen nog even wat bedding hebben, maar we hebben wel alle dekens en zo. Wij zitten even bij de IKEA te lunchen, een hele verantwoorde lunch. Oh, we kunnen hier niet uit, we moeten even omlopen. Nou, we zijn bij de IKEA in de praxis geweest, of bij de IKEA geweest en nu gaan we naar de praxis in Koeloe. Nou, Niels is al voor het eerst ingeslapen in zijn nieuwe bed. We hebben dus nu aan twee kanten zo'n balkje, omdat hij natuurlijk niet tegen de muur staat. Zo, het is alweer heel wat uurtjes later. Nog boodschappen gedaan, dat soort dingen. Niels ligt nu heerlijk in zijn bedje. Ik heb make-up er net afgehaald, ook voor rode ogen. En nu zit ik klaar voor Wie is de Mol? Ik, we. Ja, ik ben heel benieuwd. Volgens mij is het pas volgende week, het is nu zeg maar de finale, volgens mij is het pas volgende week dat je dan echt hoort wie het is. Spannend. Goedemorgen, het is zondag. En wij zijn een spelletje aan het spelen, tenminste we hebben net een spelletje gespeeld, dus dan gaan we zo nog een spelletje doen. En ja, we hebben een rustige dag. Naakte man kwam even voorbij. Ja, dit even bij Coolblue, je moet ook wat drinken. En even voor zwem bezig. Met zijn koptelefoon, want het noise cancelling doet het niet. Wij gaan even lunchen. Niels heeft de tafel gedekt, hè Niels? Ik heb inmiddels weer mijn huispak aan. Ik kan het gewoon niet aan. Ik ben haas, broeken. Het zit gewoon niet meer lekker. Nog een keertje. Huh? Zo, waar is mijn auto hier? Je hebt er geen poppetje op. Nee. Deze wel, hè? Nee. Nee, nog een gele auto. Twee auto's. En nog een gele auto. Oh. Ben je een beetje moe? Nee. Nee. Hey, muis. Hey, muis. Zeg de muis. Piep, piep. Piep. Maar daar. Daar. Waarom? Daar. Sven moet even sporten, dus wij zijn aan het bol gaan. Hé, Niels? Ja. Ja. Dus gaan we een lijfje nemen. We zijn weer thuis. Ik heb lekker gebold met Niels. En ja, Niels vindt het gewoon een heel lekker plekje om te zitten en te spelen. En het is ideaal, want hij zit dan gewoon lekker zijn ding te doen. Hij, altijd als we er ook langs lopen of zo, dan is het er dat hij erheen wil. Dus hij voelt zich daar gewoon thuis. Hij vindt het hartstikke leuk. En nu was er ook nog een meisje van de kinderopvang, dus het was helemaal feest. Sven was even kort mee, maar die wilde nog even sporten. Dus ik zei, nou, begin dan alvast. Want dan, nou, een beetje daar kan ik gewoon zitten en hoef ik hem niet te tillen en te doen. Toen hebben we daarna nog een stukje op zijn fietsje gecruist. En nou, daarna hebben we hier gespeeld, zoals je ziet aan de ravage. Hij is tegenwoordig helemaal into de auto's, dus dan spelen we met de auto's. Maar dat is prima. En nu ben ik bezig met mijn laptop is toe aan vervanging. Dus ik ga, gelukkig kan ik met een regeling voor mijn werk een laptop kopen. Waarbij je dan een soort van belastingvoordeel krijgt. Dus dat ga ik doen. Dus ik denk dat ik die vanavond wil bestellen. Maar ik denk dat ik er voor thuis moet zijn. Dus misschien dat ik hem morgen ga bestellen. Ik kan morgen niet echt thuis zijn. En dinsdag is natuurlijk mijn vader er. Ja, dus ik denk dat ik een nieuwe ga bestellen. Want deze, het wil niet meer. Ik word helemaal gefrustreerd. Ik dacht dus, oké, weet je, ik ga gewoon even rustig aan de slag als zij bezig zijn. Maar het loopt alleen maar vast. En ik moet natuurlijk gewoon filmpjes bewerken. We zijn natuurlijk volgend weekend zijn we weg naar Antwerpen. Dus ik wil het nu niet van volgende week alvast doen. Want ik heb van de week ook How to Talk to Kids cursus. Superleuk. Heel veel zin in. We beginnen nu. Het is een maand opgeschoven. Wat voor mij natuurlijk heel onpraktisch is. Want ineens valt het in de vakantie. Ineens zit het echt ook vlak voor mijn verlof. Dus het is niet de meest praktische timing. Maar toen ik me inschreef wist ik sowieso natuurlijk niet dat ik zwanger zou zijn.
En nou ja, goed, nu sowieso, nu die dan ook nog zeg maar een maand verschoven is, is het gewoon helemaal een beetje onhandig. Maar goed, ik heb er heel veel zin in. Dus ik begin dinsdag met een aantal meiden ook van de zwangerschapsclub. Dus superleuk. En voor wie het niet kent trouwens, dit is het. Het boek ervan en effectief communiceren met kinderen. En ik ben hier echt heel benieuwd naar. Ik hoor hier zoveel goede verhalen over. Een aantal collega's van mij hebben het ook gedaan. De Huismuts heeft hem volgens mij ook gevolgd. Zeg maar als je het dan hebt over bekende vloggers. Maar goed, vooral de. Ik had hem al. Nou ja, voordat ik wist dat de Huismuts het had gedaan, had ik me volgens mij al zelfs wel aangemeld. Want nou, collega's van mij zijn super enthousiast erover. Ik heb volgens mij vooral mezelf in beeld gehad, deze vlog. Ik weet het niet. Ik heb 625 wasjes gedraaid. Nielsen dekbed, Batman dekbed overtrek ligt er weer lekker op. Hij heeft vanmiddag ook super goed geslapen eronder. Dus, tenminste, gistermiddag heeft hij heel goed geslapen, van deze middag iets minder. Wel gewoon prima geslapen, maar gewoon wat korter. Maar dat snap ik ook wel, want het was een weinig actieve ochtend. Want we hebben wel van alles gedaan, maar vooral weet je, boekjes gelezen. Hier binnen met oudjes gespeeld. En daarna zijn we naar Coolblue gaan, waar we vrij lang hebben gezeten. Het probleem is trouwens nog steeds niet opgelost. Maar dat ligt niet aan Coolblue. Dus nou ja, ik merk als je bijvoorbeeld de hele ochtend met hem naar een kinderboerderij moet gaan. Zo, ja, dan staat hij als een blok. Goedemorgen, lieverd, zegt ze. Heb je lekker geslapen? Waar zijn papa en mama? Vraagt kleine beer. Je ouders zijn in het ziekenhuis. Vannacht is je zusje geboren. Het is allemaal goed gegaan en vanmiddag gaan we naar ze toe. Eindelijk, de nieuwe baby is er. Meteen begint kleine beer te bedenken wat ze... Ik dacht, ik laat weer zien hoe ik mijn make-up eraf haal. Niet zeg maar de relaxte manier, maar zoals ik het eigenlijk elke dag doe. Dus zeg maar niet met olie, wat ik dan vaak nog in het weekend en zo doe. Een watje en de Nivea ook make-up remover. Het een klein beetje intrekken en dan veeg je het weg. Uiteraard subtiel, maar mijn ogen worden altijd rood. En als ik dat gedaan heb, ik ben altijd een beetje spaarzaam met watjes. Ik weet niet waarom. Kost geen fluit, maar dan pak ik met hetzelfde padje Garnier micellair water. Deze is voor de gevoelige huid. Dat doe ik dan op de achterkant van het wasje, zeg maar het stuk wat ik nog niet heb gebruikt. Ook zeg maar het, gewoon nog wit, dus niet met oogmake-up erop. Daar doe ik een soort eerste sessie. En normaal neem ik ook mijn decolleté mee, maar dat doen we nu maar even niet. Zeker in de winter is warm water natuurlijk wel even lekker. Dan pak ik mijn Estée Perfectly Clean en zo'n soort siliconen apparaat, dingetje. En heb ik dat siliconen ding een beetje nat gemaakt en dan masseer ik het sop erin, in mijn huid. En 's ochtends doe ik altijd de Clarisonic. Nou, als ik dat gedaan heb, dan ga ik ook het water weghalen natuurlijk. En dan, nou, mijn gezicht gewassen en afgedroogd, dan pak ik nog een watje. En dan doe ik de Estée Lauder Perfectly Clean Toner. Nou, en dan is mijn gezicht helemaal schoon. En dan pak ik of deze. De tuinen dag en nacht crème met aloe vera. Of de Rock and I Dry Oil. En die kwam niks meer uit, maar er zat nog wel in. Dus ik heb even de bovenkant eraf geknipt. En normaal doe ik dat natuurlijk ook op mijn décolleté. Maar nu ook weer niet. En dat smeer ik dan in. Ethos oogcrème. Q10. Beetje zo. Dan kruid wat Superlash serum, dit gebruik ik sinds kort. Een serum voor de wimpers.
breng een klein beetje van aan op de wimperrand. En ik weet niet of je iets kunt zien, maar ik heb wel het idee dat ze iets doet. Het is niet meteen dat je olifantenwimpers hebt hoor, maar ik heb wel het idee dat ze iets langer zijn en iets meer. Iets voor. Dus dit is eigenlijk wat ik 's avonds doe. Ik ben de video aan het bewerken en ik zie dat ik hem helemaal niet heb afgesloten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg, dankjewel!